Jack de Gier zag zijn NEC gistermiddag met 0-0 gelijk spelen tegen Hannover 96. De trainer was gematigd tevreden met het resultaat. Nou, Hannover was wel de wedstrijd waar dit trainingskamp voor bedoeld was. Ben je tevreden? Tevreden met de wedstrijd tegen Hannover. En eigenlijk ook over het hele trainingskamp deze week. Want 0-0 tegen een moeilijke ploeg klinkt papier goed. Voor het veldspel ook oké? Ja, ik denk dat we wel redelijk gevoetbald hebben. We hebben niet al te veel kansen afgedwongen. Wel wat mogelijkheden, wat schietkansen. En andere kant hun ook niet veel kansen afgedwongen. Dus verdedigende organisatie prima gespeeld met de afspraken die we hebben. Voetballend iets te weinig mogelijkheden. Maar dat is het systeem wat hun spelen was 5-3-2. Dus het is best lastig om daar kansen tegen te creëren. En voor de rest zag je dat na de wissels in de tweede helft dat we iets slordiger werden. En het is ook hartstikke moeilijk om in zo'n wedstrijd in één keer weer het ritme op te pakken voor de jongens die erin komen. Maar uiteindelijk ook prima gedaan. Nou ja, dus wat je zegt, inderdaad 5-3-2 lastig. Maar Hannover was aanvallend ook niet zo sterk. Dus de clean sheet was wel nodig, denk ik. Ja, nou goed, ik heb liever dat het 4-4 wordt. Maar weet je, dat is dan meer voor de liefhebbers. Kijk, voor ons is het naar de verdedigende organisatie. We willen minder doelpunten tegenkrijgen. Dus dan hou je de nul. En vallend moet je dan wat meer kans afdwingen. En dat is dan tegen een Bundesliga club wat moeilijker dan normaal. Natuurlijk ook Ferdi die vandaag zijn debuut heeft gemaakt bij ons. En, daar maken we wel stap in, denk ik. Ja, je had het over Ferdi. Jij bent natuurlijk al bekend als iemand die graag met Atjebar en met Braken wil spelen. Kun je ook met Atjebar, Braken en Druijf spelen? Nou, dat denk ik dat iets te veel van het goede is, om eerlijk te zijn. Maar hoe ga je dat dan doen? Want Braken is natuurlijk nu op dit moment verbitterd. Of in ieder geval teleurgesteld dat hij niet een transfer gaat maken. Dus hoe ga je die opvangen in Nijmegen? Ja, Sven zal gewoon weer aansluiten bij de groep. En is gewoon speler van NEC. En dat betekent dat hij een concurrent erbij heeft en dat is Ferdi. Dus moeilijker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Hoe vond je hem, Ferdi? Ja, kijk, weet je, het is een lastige wedstrijd voor hem natuurlijk in de ruimtes. Maar je ziet, hij is balvast, hij is bezig, hij is agressief in het druk zetten. Volgens mij zit hij een paar keer aardig in het duel en dat is wat we graag zien. Dus Ferdi is gisteren pas aangekomen natuurlijk, dus net een dag bij de groep. En dan moet je even wennen. Maar je ziet duidelijk dat hij kwaliteit heeft.